Yo guys, mijn naam is Barend, ook al Almoes Normaal en welkom bij een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik niet één, maar... hoe ga ik dit doen? Twee pakketjes! Yes! Naast dat ik twee pakketten heb, heb ik ook publiek. Oh, best wel eng publiek. We hebben vandaag een gloednieuwe video voor jullie. Ik heb een nieuwe unboxing. Ik heb hier iets heel tofs. Kleins in zitten. En ik heb hier wat groters in zitten, wat ook tof is. En daar ga ik denk ik maar even mee beginnen. Maar het is in ieder geval een leuk pakketje. Ik denk dat jullie ook wel leuk vinden wat erin zit. We gaan het denk ik ook wel even uittesten. Hallo mes. Het mes is gevonden. We gaan het ook gelijk even uittesten, want ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. Ik ga hem even openmaken, wel even uit het beeld. Althans, ik weet niet of het in beeld is. Zo wel, dan is dat een beetje gek. Maar voor vandaag heb ik ook een leuk publiek meegebracht. Ik zit namelijk ook gewoon in mijn Discord. Wil je daar ook in? Het linkje staat in de beschrijving. Het is altijd super gezellig. En we doen ook gamepies samen. En af en toe wordt ook nog fingerboard. Ik heb een speciaal fingerboard kanaal. Daar zitten we ook nog best wel vaak in. En zo te zien is die open. Hè? Dat kostte meer moeite dan ik had verwacht en gehoopt. Alright, ik zal hem hier zo even openen. En het eerste wat ik zie is... papier. Ik zal deze even iets aan de kant leggen. En dat gaan we natuurlijk even uithalen. Ik heb namelijk twee nieuwe ramps besteld. En teak tuning bushings voor deze setup. Ik dacht, ik doe oranje teak tuning bushings bij. Omdat ik hem gewoon heel chill vind. Alleen de bushings van de Black River ramps zijn best wel stug. Sinds ik teak eigenlijk heb op andere setups, is het gewoon een standaard bij al mijn setups eigenlijk. Ik zie hier de eerste ramp al. En dat is deze. Ik heb een nieuwe rail gekocht. En deze nieuwe rail is een low Black River ramps rail. Waarom een lage? Omdat ik merk dat als ik hier achter mijn bureau zit... Ah, dit is perfect. Achter mijn bureau kan ik lekker laag, kan ik gewoon mijn trickjes doen. En dan kan ik het gewoon lekker zo, poppa, lekker, hartstikke idee, achter mijn bureau doen. Oh, ik denk al, oh, er zit een stickertje op. Die moet er heel even af. Hij is niet recht. What the fuck? Ik ga even kijken hoe ik hem recht ga maken, maar dat moet vast goed komen. Dan heb ik nog wat besteld. En dan ga ik nu erbij pakken. Ta-da-da-da! Papier! Ik heb namelijk nog een nieuwe manual pad gekocht. Maar eentje met verschillende mogelijkheden. Namelijk... Oeh, en dit... Oeh... Oeh... Damn, mooi! Damn! Deze is wel echt heel erg sick eigenlijk. Wow! Ja, een Black River Rams. Ik weet niet precies meer welke dit is. Alleen ik zag dus die steentjes. En ik dacht echt... Oké, dat moet ik hebben. Wat ik nu kan doen... Ik had eigenlijk verwacht dat die steentjes wat hoger zaten. Maar dit is eigenlijk best wel prima zo. Dat vind ik wel sick. Even voelen. Oeh, dat is wel lijp. Wow, hier gaan wel dekjes kapot mee. Ik zie het gelijk ook al aan deze. Shit. Dit is echt wel een episch rampie. En ik heb hier ook nu een soort van... Ik kan hier dan zo tegenaan. Dat is ook vet. Oh, hier kan ik echt wel een toffe nieuwe tricks mee doen. Ja, hier ben ik echt blij mee. Deze ga ik zeker veel gebruiken. Ik dacht, dit is wel een leuke toevoeging aan mijn verzameling. Omdat het gewoon... Ik heb ook sowieso niks nog van die bricks. En ik wilde sowieso een keertje wat van die bricks hebben. Het is wel ruwer dan ik had verwacht. Maar ik heb wax liggen, dus we gaan hem gewoon inwaxen. En dan moet het sowieso goed komen. En dan ga ik nog even graaien in de doos. Want als het goed is, moet daar nog meer bij zitten. En dan hier is nog een setje teak tuning. Die ga ik zo meteen geheid op mijn bordje zetten. Ik heb gekozen voor groen en oranje. Want ja, groen en oranje. Dat is gewoon logisch, toch? En de stickers. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. De Sickboard stickers. Ik heb dit trouwens allemaal bij Sickboards besteld. Omdat het gewoon Nederlands is. Scheelt invoerrechten. En ze bezorgen het letterlijk de volgende dag. Of als je het weekend doet, 2 dagen daarna. Dus dat is super vet. Dan heb ik hier... Gewoon, we gaan gewoon gelijk door. Een volgend ding van SAM Fingerboards. Sam Fingerboards, die heeft mij benaderd op Instagram. En ik heb het ook wel eens voorbij zien komen op Marktplaats. Sam maakt namelijk zelf boordjes. En ik zei natuurlijk, hé, dat vind ik super vet. Maak ook een Almoes Normaal boordje. En toen zei hij, ja, is goed. Gaan we doen. Dus ik heb een boordje van hem gekregen. Wat super nice is. Echt allereerst super bedankt. Ik ben heel benieuwd hoe die is. Ik hoop goed, want als het niet goed is, dan is het best wel awkward. Maar het komt vast goed. Hij is vast goed. Ik ga hem gewoon even openmaken hier. Hij heeft een paar foto's gestuurd van hoe het eruit zou zien. Maar heel eerlijk, ik heb geen idee. Oh jongens. Oh boy. Oh boy. Eens even kijken. Dan maak ik hem zo open. Hij heeft er ook een verrassing bij gedaan. Dit is het boordje. Die ga ik nog heel even dicht houden.
ga eerst even kijken wat er allemaal bij zit. Hij heeft een sticker erbij gedaan. Die is vet. Dan heeft hij... Oh, vet! Yo, dit is sick! Hij heeft een sleutelhanger erbij gedaan. Met Almost Normal logo hier zo. Oh, dit ga ik zo ook even een close-up laten zien. Yo, maar dit is... Wat? Dit is echt fucking cool. Hij heeft het ook het logo ingebrand in het boordje. Die is echt heel cool. Wow. Oké, mensen op de Discord, ik zal het even laten zien. Hier. Dat is vet, hè? Ze zeggen waarschijnlijk ja. Ik kan ze niet verstaan, maar ze zeggen waarschijnlijk ja. Heel tof, Sam. We hebben hier... Wow! Holy shit! Hij heeft het Almost Normal logo ingebrand in rip tape. Dit is echt heel vet. Die gaat er sowieso op. Die gaat er sowieso op. En hij heeft nog een stukje eigen rip tape Sam. SEM fingerboards. Ik weet niet of het nou Sam of SEM is. Dus ik zeg het gewoon elke keer alle twee. Maar ook deze ziet er echt tof uit. En het driehoek logo echt heel tof. There is more. Oh, gewoon zijn eigen stickers. Oh shit. Super vet, man. Eigen stickers ook. Heel tof. Oké. En dan is nu moment suprem. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Hij heeft hem netjes ingepakt. Zijn eigen stickers er ook op. Dit is het tweede Almost Normal boordje. Echt super vet. Oké, hij heeft hier eerst deck, split ply, logo engraved, wood, paddock, zilver eik, gerookt eik, moeras eik en amrinum eik. Shape, popsicle en dan 34 mm bij 96 mm. Ik ga hem open doen. Het logo van Sam komt daar aan. En dat is het boordje. Wow. Die is echt wel heel sick hoor. Holy shit. Wow. Die is gaaf, gek. En hier heb je dan Sam nog fingerboards nog staan. Wow. Oké. Wacht heel even. Dit gaan we heel even hier openmaken. Hij heeft het hier ook vastgemaakt met een stukje touw. Wow. Oké. En hij heeft nog het Sam SEM logo aan de voorkant gedaan. Damn. Deze is wel echt sick hoor. Sheesh. Zeggen we dan. Wow. En de zijkanten zijn ook vet. Ik ga hem zo goed laten zien in close-up. Het boordje is wel cool. Hij is. Shape is ook wel. Shape is vrij laag allemaal. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld. Ik vind het een beetje vergelijkbaar met de flatface shape. Alleen de kicks zijn zo te zien wat lager. Maar dat ziet er wel goed uit hoor. Dat is echt heel cool. En dan gaat het natuurlijk. Gaat deze rip tape erop komen, hallo. Dit is toch fucking episch, hallo. En ook mijn logo staat hier nog onder in het klein. Oké, ik ga hem jullie laten zien in dichtbij. Ik neem jullie mee. En dan gaan we ook nog heel even snel de bestelling doornemen. En dan ga ik deze sowieso even snel in elkaar zetten. Hier hebben we dan de T-tuning bushings. Ja, dat is niet heel bijzonder, maar daar kan ik een heel verhaal over beginnen. Maar gewoon de beste bushings die er zijn naar mijn mening. We hebben hier dan de Black River Ramp Box. En dit epische pakketje van Sam SEM. Ja, hij ziet er super vet uit. Ik ga hem strakjes in elkaar zetten. Het is nu ook gewoon, ik ben net thuis van eten. Het is ook gewoon van werk. Het is 6 uur en ik moest dit gewoon echt openmaken. Ik kon niet langer meer wachten. Hier heb ik dan nog het extraatje wat hij erbij heeft gedaan. Echt super vet. Super leuk. Ziet er echt heel tof uit. En misschien dat ik deze ook gewoon oprecht aan mijn sleutelbos ga hangen. Want dat vind ik gewoon echt super cool. En natuurlijk de twee rip tape velletjes. Ja, ik weet niet. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga hem zo in elkaar zetten en dan gaan we ook zien hoe die voelt. Maar heel eerlijk, als ik het zo allemaal voel, het voelt best wel ook echt gewoon chill. Alleen misschien dat de kicks voor mijn gevoel iets te laag zijn, maar dat is denk ik gewoon meer persoonlijke preferentie. Maar we gaan hem gewoon zo even uittesten. Ik ga hem in elkaar zetten, maar holy shit, dit is episch. Week later. Ik ben er weer. Maar een week later. Ja.
Ik had hem in elkaar gezet gelijk. En hier is dan de finished product. Als die even scherp stelt. Als die even scherp stelt. Kijk, hier is die dan. De finished product. Hij is, ziet er zeker episch uit op deze manier. De trucks, de wielen en de bushings vooral zijn heel erg fijn. Dat is het eerste wat ik wel weer even gelijk wil zeggen. Deze Teak Tuning bushings zijn zo los. Heel erg chill als ik ze vergelijk met bijvoorbeeld deze blauwe. Die zijn echt een stuk, ja, die zijn ook wel los, maar een stuk minder los of zo. Die zijn nog best wel stroef. Ik heb er dus even wat trucs mee gedaan. Ik zal nu ook gewoon eventjes kijken of ik trucje kan. Nou ja, episch. Ja, ik heb het boordje ook al een beetje geprobeerd. Zoals dat jullie net ook konden zien in de trucmontage. Het is een op zich wel chill boordje. Maar er zijn wat dingen die ik niet echt heel erg lekker vind om hiermee te boorden. Ik ga jullie even meenemen hier naartoe. Als eerste, sowieso ben ik er een beetje bang voor dat ik hem kapot maak. Dat zou natuurlijk zonde zijn, want ik vind het design zo gaaf dat het, ja, gewoon te zonde zou zijn als het kapot gaat. Ook de rip tape is gewoon heel erg chill. Goede kwaliteit ook en het ingebrande is fucking vet. Ziet er echt super cool uit. Maar voor mij is dit boordje een boordje die ik ook zeker als display ga gebruiken. Hetzelfde eigenlijk als het andere Almus Normal boordje, want ook dit boordje heeft het een beetje hetzelfde probleem. De kicks zijn voor mij te klein en te laag. Ik ben gewoon zo gewend geraakt aan deze, aan de Burning Wood, dat ik het echt heel erg chill vind als die kicks wat groter zijn. Omdat ik dan gewoon voor mijn gevoel beter mijn vingers kan positioneren. Ik heb ook heel veel moeite met het doen van een gewoon normale ollie of een kickflip. Omdat ik maar zo weinig ruimte heb om mijn vingers, ja, neer te zetten eigenlijk. Dus ja, dat is een beetje het dingetje voor mij. Mocht je nou wat kleinere vingers hebben, kan ik dit natuurlijk extreem goed aanraden. Want de vorm van dit boordje is gewoon wel heel chill. En ik kan ook begrijpen dat als je wat kleinere handen hebt, dat zo'n boordje zoals dit juist chiller is dan zo'n grote Burning Wood. Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. En dan is het denk ik gewoon vooral persoonlijk je mening of je het nou wel of juist niet wil. Dat over het boordje. Dus ik ga deze mooi neerzetten. Ik heb er heel erg van genoten in ieder geval om te gebruiken. Zoals je kon zien, er waren ook een paar toffe tricks die ertussen zaten. Ik vind hem super vet en ik ben er heel erg blij mee. Dus sowieso Sam, super bedankt voor het maken van dit boordje. En mocht je nou ook een Sam fingerboard willen, zorg dat je hem even contacteert. Zijn shit staat in de beschrijving. Dat is super leuk. Dan gaan we nu even over naar de ramps. En ik heb natuurlijk deze. En deze is echt wel heel erg chill. Ik heb op alle manieren heb ik hem gebruikt. Ik heb de steentjes heb ik ingewakst. En toen merkte ik dat het ook een stuk beter ging met grinden. Want het was iets stroever dan ik eigenlijk had verwacht. Maar het is leuk. Het voelt goed. Het is, je kan naar manual, naar hier en dan naar af. Je kan zoveel verschillende mogelijkheden doen met deze ramp. Waardoor ik hem zeker kan aanraden. En natuurlijk hebben we dan nog de low rail. De low rider rail. En hier heb ik de afgelopen dagen alleen maar mee lopen kutten. Ik vind hem zo chill dat ik het gewoon elke dag... Ik leg hem gewoon hier op mijn setup. Hop, wap. Ik zet hem eigenlijk waar mijn muis zit. En ik ga lopen kloten. Ik moet me wel muten. Want je hoort zeg maar wel... Zeg maar, hij maakt best wel wat... Hij maakt wel wat herrie. Dat is misschien wel een minpuntje. En het minpunt was dat hij niet helemaal recht was. Dat is inmiddels wel gefixt. Was niet heel erg moeilijk om te doen. Maar verder ben ik er heel erg blij mee. Ik denk dat ik deze meer ga gebruiken dan mijn andere rail. Mijn fietsenrek rail. Omdat hij gewoon wat lager is. Dus het is wat makkelijker om je trucjes te landen. Ik kan deze zeker aanraden voor beginners die met rail trucs willen beginnen. Koop een lage rail in plaats van een hoge rail. Omdat de trucjes toch wat makkelijker zijn. Vind ik persoonlijk. Dit was een beetje de review van de spullen. Ik ben er heel erg blij mee. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken van deze video. Ik vond het super leuk om weer open te maken en weer wat trucjes te doen. En laat nog even weten, als jij nog een tof iets weet wat ik moet unboxen of wat ik moet doen met fingerboarden, zet dat even in de reacties. En dank jullie wel voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later!